Is it Sonia? Is it Sonia? Nee, het is nog ver weg. Heeft ambities hoor, dus meneer Rijbouwer. In ieder geval leuk dat u er was. Geniet van de koers en... We zijn weer met Arno Sunninga. Sunninga als eerste een puntje pakken voor de Leidersprijs. De ton is al uiteengeslagen. Ja. Dat gaat de Wolbrink. Die zegt van ik heb nog niet zo'n goede baling met de Emanuel Zennepan zien ze voorbij komen. Dan de Vos hier met de Emanuel Rezeman. Het is taak van het peloton. Daar zien we ook de man van de stad zo rijden. Die heeft nog wat bullen uitgeschreven. Dan wordt dat flink gejaagd hoor. Jantje Brummel op hier. Johan Dorkloop en de laatste man wordt hier de kopperist. En die gaan met hem mee. De man onder 36 en 3 gaan met hem mee. Betekent dat Remco Petterlink erbij zit. En onder 36, Cor van de Broek. Dus als je moet oversteken, er zit achter die groep nog een tweede groep met Erik Verstegen, die teruggekeerd is hier in de Oosten. De kleine Erik Verstegen. Nou, daar heeft hij geluk bij, wordt hij op middenmaat, hè? Qua oppervlakte dan. Hier Kasper Vlieling dus nog, hè? Als het goed is. Dan even kijken, 3, 5, 8 man nog aan de leiding. Ja. 19 ronden nog. Pak de beste premie en dan gaan we naar de tweede premie, de derde premie. Dat betekent in ieder geval dat de tweede premie naar Hans van Eyck gaat. Hij doet dus ook nog even mee. En daar is dus een van die coureurs. Ja, het is een mooie, lange, langgerekte groep. Dat betekent dat de tempo nog aardig hoog blijft. We gaan op deze manier de eerste premie pakken. De derde premie gaat naar Sunninga en de tweede premie aan de man van de Stofvolk als we het goed hebben gezien. Dat zou een balman moeten zijn. Ja, dat zijn de eerste twee mannen en dan steeds de man onder 18 erbij hangt. Kijk, laatste ronde. Emanuel van Sintelen zit er in het staartje, maar dan is het Hissing. Alleen op de foto. Dan wel helemaal overeind, dan moet je nog oppassen. Maar wij willen wel hoor, van de blog is 1. Op de tweede plaats gaan we krijgen de man van Ede. Onderweg nummer 3 is dat dan Wetterling en de derde plaats. Ja, inderdaad, meteen was erop. De Sunninga die ging natuurlijk ook meteen vol door. En iedereen moet toch een beetje inhouden op de bocht. Ja, dat liep goed. Bij ronde 98 moest ik mezelf ook een keertje over de stoep in trekken. Maar, Heb je al voordeel dat je wat kleiner bent dan die andere gasten? Dan rij je erop. Ik rijd er ook, dus ik hou me daar. Bosbloemen, maar het komt helemaal goed. Met een prachtige bosbloemen van Maarten. Het ziet er echt geweldig uit. De Wetterling die hier zoenen in ontvangst neemt van Marielle. Het ziet er feestelijk uit. Hè? Ik zie het wel in één keer, Martin. Maar... God van de Ronde West, doe maar Marielle. Hoi, daar gaan we. Ja, dat fluitje in de oren, hè. Dat fluit je door, hè? Nee. Zo werkt het niet, hè? Ik mag toch aannemen dat als je zegt, we hebben het over de prominente van gaat. Meneer Berkhoff? Ja, de wetgeer. Zijn er zitten er nog, hè? Ja. Oh ja, kom ze aan. Ja, daar komen ze aan. Ja. Puntje voor de Leidersprijs is hier gepakt door de man onder rug nummer 19. Volgens mij is hij van de Hansenrenners. Is hij ook de districtskampioen geworden, meneer Kool? Is hij de districtskampioen geworden? Bas Tietema? Tweede. Volgende zaak. Even Huring. Thijs Jerksen van de Stolbrink. Noem zo maar op. Mijn wereld. Weten ze dat al? Dat weten ze. Dat weten ze. Waar we toen ook nog van die prominenten zeiden, ik ga even niet meedoen. Er zijn er wel een paar geweest die het te fanatiek hiervoor hadden. Je moet oppassen, hè? Want prominenten die denken dat ik ga zo hard mogelijk, maar dat wil nog wel eens problemen geven, omdat ze niet echt getraind zijn. En dat is zwaarder dan je denkt. Ja, ik zal het zien. Hey, er staat Chipje. De Tietema, die dat toch het snelste is voor Adriaan. Dan gooit er een toch wat overtollige ballen van zich af. Premies bij terugkeer. 5 premies bij terugkeer. Gaan we even kijken waar die premies van Kroon aankomen van 4. Het komt niet al te ver. En ook de man onder 14, ja, de jong uit Lundre. En dan de jong? Nee hoor. De jong probeert het wel. Maar dan, ja. Of dat nou zo verstandig is van de jong, dat weet ik niet. Maar hij gaat hier naar de man onder 8, Kevin Koster. Koster trekt nog eens even flink aan.
Erg meer is het nog zeker niet, maar ergens moet je beginnen. Dan is het Jansen die in ieder geval wat tegenspel gaat bieden. Maar Koster ontbindt zijn duivels hier in de ronde van fase en is weg met 40 meter. En nu wordt vader en moeder Koster worden toch een beetje even aan de lont. Maar die zat daar in ieder geval bij en ik dacht dat ook die jong daar nog deel van uit. Hij doet in ieder geval rustig aan. En dat is op zich goed natuurlijk. Hè. Niet meteen. We gaan beginnen met Jaap, de man uit Lunteren. Dit van de volharding. Hij krijgt hier uit de handen van de slag van kom op, nu moet ik er zijn. In de ontvangst van Marianne. Prachtige bosbloemen. En ze zijn weer ze gaan heel snel op de paar hier achter de rijden. Zeker weten dat ze vanavond weer gaan eindigen. Even kijken. Hey, Marianne, Marianne, kom maar eens even solidair. Die blijft samen met zijn dochter achter de koers. En nu gaat het gebeuren, hoor dames en heren. We gaan beginnen met de vrijkop Michel van Limburg, hoor dames en heren. Daar gaat hij werkzaam bij Belimo Servomotoren. Michel van Limburg wil die er redelijk mee. En dat is hier Frank Menting. Je kunt naar hem zien, die toch redelijk geoefend heeft. Mart Weger heeft sinds kort ook bij een wielerclubje aanwezig. Ik van Erik Spaargaard dacht ik van de week dat hij wel op een zeer zonnige dag was langs te komen. Ah, kijk, de kleine Koen Wegerif. Kijk ook de... Ik wou zeggen, dat zijn de zusjes Wegerif, maar dat is niet waar, dat is Doreen. Ja, hier hebben we de andere Wegerif. Zijn dochter, als het goed is. Zijn dochter Eline Huning. Als eerste over de streep, ja, is Michel van Limburg, dames en heren. En volgens mij is de nummer 2, nummer 25, Harald Biesterbos. Als een onbekende en onervaren speaker hier vanavond, toch een klein beetje ontschoot, maar de winnaar vanavond is bekend in ieder geval, de nummer 20, Michel van Limburg. Van Dijkman is toch redelijk naar voren gekomen, volgens mij, want... Ja, ja. Kijk, kijk, kijk. Nummer 25, Harald Biesterbos. En David Fixen van het autobedrijf. Kijk, Prins Jaak. Ja, ja. Ik denk zo rond de 21ste. Fantastisch. Kijk, dan komen de heren binnen, nummer 8. Ook binnen. Zijn vriendinnen, vrouwen is tegenwoordig. Bij de geleden. Ja, voor degenen die hier nog staan, dames en heren, een groot applaus. Voor de laatste deelnemers, de familie Nieuwink. Het aan de vorst kopen. En zelfs de macht van voren van de gemeente, zeg maar. Nog meer nummers. Ja, maar de meeste nummers. Zeker in de toch een gauw in die de hekken pas pakt. Nee, afzet tegen die hekken. Dat is niet normaal, hè? Dat betekent onder de nummer 58 die zich hier laat zien. Dat betekent dat Jaap Westerling het eerste puntje voor de luisterprijs pakt. 58!